Bloemen zijn toch wel de standpunt van de natuur, denk ik. Ik ben Kyle van Bavel. Mijn passie is het vastleggen van bloemen. Ik ga vandaag bloemen fotograferen. En daarbij laat ik zien hoe ik dat doe. Bij het fotograferen van bloemen let ik heel erg op hoe de bloem staat. Ik hou ervan als het een rustige omgeving is. Dus niet 80 bloemen bij elkaar. Ik vind het altijd wel mooi als een bloem alleen staat, want zo kan je wel een dromige sfeer creëren. En dan moet je natuurlijk ook op de achtergrond letten. En dit voornamelijk met kleur. Als het een gele bloem is, dan kies ik bijvoorbeeld voor een groene achtergrond, als dat mogelijk is. De bloemen die ik vind om te fotograferen is normaal gesproken gewoon bij een mooie wandeling. Dit kan natuurlijk gewoon zijn bij jou in de buurt. Er zijn genoeg mooie plekken om te fotograferen. Ja, en bloemen die groeien overal. Ik gebruik één lens om mijn bloemen vast te leggen. Dit is de Sony 90 mm macro lens. Ja, het is gewoon een toplens om bloemen van dichtbij en ver af vast te leggen. Ik schiet eigenlijk altijd in manual focus. Ja, dit is gewoon de key om de perfecte foto vast te leggen. Je hebt meer controle over je focus. En dat is natuurlijk heel belangrijk bij het vastleggen van kleine details op de bloem of de bloem zelf. Normaal gesproken schiet ik gewoon op f2.8. Dat is gewoon de basic setting. Maar natuurlijk wel de mooiste. Ik zelf gebruik ook verschillende materialen. Dit kan zijn waterspray op je bloem. Dit geeft wat meer detail op de bloem. Het creëren van bokeh in de voorgrond. Dit kan bijvoorbeeld bladeren zijn of hoogliggend gras. Zo creëer ik mijn dromige sfeerfoto's. Bij het vastleggen van bloemen gebruik ik eigenlijk nooit een statief. Dat heeft puur te maken dat ik gewoon veel meer vrijheid heb met het vastleggen van bloemen. Ook omdat bloemen laag op de grond zitten natuurlijk. Normaal gesproken maak ik gewoon zoveel foto's mogelijk. Ja, dit kan natuurlijk, het licht kan veranderen tijdens je foto's. Normaal gesproken maak ik ongeveer 20 foto's van één compositie. En dan speel ik natuurlijk wel met de bokeh en de hoeken van de bloem. En later kies ik dan de mooiste uit. Nabewerking van mijn foto's vind ik belangrijk. Dit kan kleine dingen zijn, maar ook grote dingen. Dit kan bijvoorbeeld, als de dag net wat te donker is, kan je een je foto bewerken zodat het wat lichter overkomt. Of dat bloemen bijvoorbeeld in deze tijd net opkomen, dan hebben ze wat zand op de bladeren zitten. Deze kan je dan wegbewerken, zodat de bloem toch wat mooier naar voren komt. Ga erop uit, maak mooie foto's. Dat kan zijn in de tuin of in de omgeving, in de buurt. Als je inspiratie zoekt, dan kan je bij mij op Instagram terecht.